Goedemorgen. Karel ziet mij weer niet, maar hoort mij hopelijk wel. Ja, ik zie alleen je mond. Oh. Oh. En? Wat, Je was ook lekker aan het lezen even nog. Ja. Wat zat je te lezen eigenlijk? Je wekte mijn nieuwsgierigheid. Ik zie de gratia, is dat... Ja, de gratia. Wat stond erin dan? Stond er iets... Gewoon allemaal roddels. Roddels? Ja. Oh, noem er eens heen. Even wat heb je gelezen net? Wat stond erin? Wat leuk was? Wat zat je te lezen? God. Sta je er zelf vaak in? Nee, ik sta er nooit in. Nee, hè? Gelukkig. Beter ook. Tenminste, niet bij die roddels dan, hè? Nee. Nee, het gaat alleen maar over internationale sterren, hè? Britney Spears zou weer een man hebben die haar slaat of zo. Nou ja. Als dat het enige is. Dat lijkt me wel. Ja. Zeg, laten we gewoon muziek gaan maken. Tenminste, jij. Wat ga je doen? Ik ga mijn allernieuwste single doen, Stuck. Dames en heren, live en even erop. Hier is Caro Emerald. Not here again. Caro Emerald! Yes! Dankjewel. Heerlijk! Ach, dat zijn allemaal mensen die hier... Ik krijg allemaal reacties van, is dit live? Ja, natuurlijk is dit live. Er staat hier een gigantische band. Maar misschien kan iedereen even zich individueel laten horen. Individueel? Ja, individueel. Nou, dan ben je nog lang niet klaar. Maar we hebben ook een webcam, dus mensen kunnen kijken op de site. En want de blazersectie staat op de gang. Ik heb net even een klein stukje opgenomen met de deur open. Daar hoor je me. Dit horen de mensen die op kantoor zitten bij ons. Die horen dit. En dan is dat nog niet zo erg. Maar als Caro niet speelt, dan horen ze dit constant. Ja, Het zijn muzikanten die van hun instrument af kunnen blijven, natuurlijk. De hele dag dit getetter. Dat is echt... Ik word er zelf ook altijd gek van. De hele ochtend dit. Heerlijk, jongens. Fantastisch dat jullie er zijn. Echt waanzinnig.